Ze hebben een heel goede start gehad, waar dat iedereen dan toch een klein beetje serieus van verbaasd was. Maar dan zag je toch dat ze een hele goede groepsspirit hadden, veel mentaliteit en twee knokkers vooraan die echt wel ten strijde gaan. Dus het blijft absoluut wel opletten van die ploeg, omdat ze toch wel een aantal goede spelers hebben in hun rangen ook nog. Maar voor ons is het een beetje een wedstrijd zoals ik ze nog niet anders gekend heb hier. Elke keer in dezelfde context. Ploegen die dicht bij elkaar staan. En als je wint, dat je ze dan toch ergens even onder water duwt. Omdat je dan erover gaat ook. En dat je dan toch ergens een mentale tik kan uitdelen. Ik weet ook de wedstrijd die Ginder gespeeld geweest is, heeft echt wel serieus een nadeel geweest van Gent. En ja, dat is zeker een scenario waar we nog een keer mogen over nadenken en waar we misschien even kunnen op terugkeren om de motivatie op te krikken. Als je één keer wint, kun je maar ten hoogste gelijk komen. En ja, we gaan er dan toch vanuit dat er ploegen zijn die voor ons staan ook nog wel punten gaan pakken. Dus het is nog een werk van langere adem, zou ik zeggen. Het is niet in de eerste week dat we dat gaan kunnen beogen. Maar we zijn op de goede weg. We proberen rustig te blijven vooral en concentratie hoog te houden. Omdat we echt wel nog heel veel matchen moeten winnen. Jacques Vitatze heeft dan terug aangesloten met de groep, maar heeft vandaag dan toch weer moeten stoppen. En Andrijašević had een trap gekregen tijdens de belofte. Hij heeft gisteren niet kunnen trainen, maar vandaag wel. En voor de rest is iedereen fit. Ik denk dat Anna van verleden jaar al af een operatie aan de rug gekend heeft. En dat hij twee operatietjes gekend heeft aan de knie. En dan dat er nog altijd ergens gevoelige puntjes zijn waar dat hij moet op letten. Maar er wordt daar constant op gereageerd vanuit de medische staf. En hij heeft dan ook naar zijn knieletsel opnieuw een behandeling gekregen die weer 3-4 weken gaat duren. En ik vond hem deze week veel scherper. En hij heeft natuurlijk gebruik gemaakt om zich optimaal te verzorgen. En ook de behandelingen te krijgen die hij nodig heeft. En je zegt dan natuurlijk ook dat hij iets minder intensief heeft moeten trainen. Dat ook wel een klein beetje helpt. Dus wat dat betreft zit het voor mij in stijgende lijn. Niet in neerwaartse lijn. Als je hem verleden jaar misschien hebt zien sukkelen met verschillende blessures. Dan was die vervanging tegen Eupen louter en alleen uit voorzorg. Omdat hij effectief last had aan zijn knie. En ook omdat hij een hele kaart had. En dan hebben we het risico niet meer gepakt als je met 2-0 aan het winnen bent. Nu zijn ze met een behandeling gestart. Volgende week wordt die verder gezet. En dan 10 dagen nadien is het de derde keer dat ze dat gaan doen. Dus tegen dat de kerstman gaat komen, had hij top zijn.